De Bibliotheek Hengelo is donderdag 27 oktober uitgeroepen tot de beste bibliotheek van Nederland. Via een scherm in de bibliotheek konden bezoekers en personeel de spannende finale in het Beatrix Theater in Utrecht volgen. Ook bezoekers vonden het geweldig. Dat merk ik ook echt, dat het een gebouw is waar mensen zich thuis voelen, waar een zekere geborgenheid is, maar vooral waar je nieuwsgierig wordt en waar je leergierig wordt. Raadslid Leo Jansen volgde de uitreiking van Nederlands Beste in de bibliotheek aan de Beurstraat. Ik ken alleen de bibliotheek hier in Hengelo, nou, die is fantastisch. Er ging een gejuich op toen bleek dat Hengelo voor Veenendaal en Gielze met de eer ging strijken. Coördinator informatieservice Erwin Karst reageerde opgetogen. Ik denk dat dit een heel mooi signaal is, dat dit niet gewoon een mooie bibliotheek is, wat het wel is natuurlijk, maar dat het toch echt wel even iets meer is dan alleen dat. Marion Mertens werd de volgende dag overspoeld met felicitaties en enthousiaste reacties. Getooid met een sjerp waarop stond kampioen, liep de trotse directrice door het gebouw. We zien het als een, zeg maar een bekroning op ons werk, een erkenning van ons werk en daar zijn we natuurlijk super trots op. Voor ons betekent dat dat we weten dat we inderdaad op de goede weg zitten en dat we daarmee door moeten gaan. Met het hele brede dienstverleningspakket wat we aanbieden. Nou, dat gewaardeerd wordt, dat goed in elkaar zit. En daar hebben we nu extra motivatie om daarmee door te gaan. De gemeente wil in 2012 300.000 euro extra bezuinigen op cultuur in Hengelo. Nou, ik vind dat dramatisch. En ik heb ook een brief geschreven naar de raad. En daarin heb ik ook eigenlijk gezegd dat ik vind dat de culturele sector nu genoeg op zich heeft genomen. Dat hebben we gedaan met z'n allen. En de bibliotheek nog een extra portie erbij. Nou, oké, we zijn ook de grootste en we krijgen ook de meeste subsidie. Maar daarmee is het eigenlijk nu toch wel klaar. De consequentie is volgens Mertens dat je jongeren uit de stad verdrijft. Wil je nou dat je jonge mensen in de stad blijft houden en dat ze hier ook een aantrekkelijk leven hebben, dan zijn die instellingen gewoon nodig.